Hey Plukke Gamers, welkom allemaal bij de Euro Truck Simulator 2 Truck Show. Mocht je afvragen van God Lars, wat doe jij in godsnaam? Nou, de ETS 2 MP Truck Show is bedacht door een paar admins. En we gaan vandaag gewoon kijken en zien wie er de mooiste truck heeft. Welkom al jongens, leuk dat jullie allemaal zijn. Hopelijk hebben jullie er zin in. Welkom allemaal bij de ETS 2 MP Truck Show. Wat houdt nieuwe de trucks... Nieuwe sub! Welcome to the blog. Wouter 126, 4 maanden. Wouter, dankjewel voor je resub. Voor de vierde maand achter elkaar, dat betekent dat jij nog 2 maanden nodig hebt en heb je de zilveren best te pakken. En hij zegt, mooi Lars, hoe is het? Mooi een pilsje en Dutchfire is een goed merk. Dus ja, probleem, pudding in poneem. Aaron, hoe is het nou? Almost. Wouter, thanks voor je reason, man. Dikke hype in de chat voor Wouter. Maar wat ik wil zeggen, welkom allemaal jongens. Leuk jullie allemaal zijn bij de ETS 2 MP Truck Show. Wij zijn met heel veel mensen zijn we nu op de parkeerplaats en we gaan gewoon kijken... wat voor trucks we allemaal hebben. We gaan gewoon even kijken wie wij hier allemaal hebben. Dan gaan we gewoon alle namen eventjes langs. We gaan eerst eventjes een rondje rijden met iedereen. Dat rondje dat ziet er als volgt uit. We gaan hier naar beneden. Hier een klein stukje, een rondje. En dan eindigen we weer in Mannheim. En in Mannheim gaan we gewoon lekker verder rijden. Deze video wordt ook geüpload naar YouTube. Dus daar kan voorlopig even geen muziek aan worden gevraagd. Straks als de event is afgelopen kan er wel muziek worden aangevraagd. Dus ja, we gaan gewoon kijken wie we hier op dit moment allemaal hebben. We hebben hier allereerst Wesley. Daarna hebben we MJ, dat ben ik. King LZV, Tweety NL, Truckers NL, JPE. Dave, Melvin, Gremlin. We hebben hier Mr. Benz, Erik. Martijn, die doet niet meer. Die doet ook niet meer. Mauro, Mike, Niels. Markies, Pieter ook niet, oftewel Rano. Tijmen, Kars Wolters, Smikkelbeer, Meilo, Kampioen, Jelle van Triest. En we hebben op dit moment Aaron. Op dit moment hebben we dus 35 mensen zitten er om ons heen. En we gaan gewoon kijken, we gaan gewoon lekker rijden. We gaan allemaal, tenminste als het goed is, gaan we één voor één gaan we starten. En dan gaan we dus dat rondje rijden wat er op onze navigatie staat. En op het einde, hoe dat precies is, gaan we gewoon kijken hoe het gaat. Welkom al jongens, leuk dat jullie zijn. Laat ik TeamSpeak muten en dan gaan we beginnen. Nou jongens, zijn we er klaar voor? Ja. Goedemorgen. Goedemorgen. Het is lekker druk. Dus nou komt de meest gevaarlijkste actie ooit. Dat is hier... Oh ja, ik heb hem in dingen staan. Klopt ook. In de automaat. Even kijken, hoe ga ik hier weg? Nou, ga ik zo. Ja hoor. Gaan we kijken hoe goed wij met z'n allen hier één voor één eruit kunnen. Nieuwe sub! Nieuwe sub! Come to the block. Pa 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 da pa pa da pa pa. Jongens, rijden me. Aaron. Jasper Veld, 17 maanden. Ja, Jasper is er weer bij. Voor de 17e maand achter elkaar heeft hij geresub. De meest langste resub tot nu toe. Oeh, Steffi. Steffi, ga maar een foto weg. De meest langste resub tot nu toe. Dankjewel voor je 17 maanden, Jasper. Super tof, dankjewel. Een dikke hype in de chat voor Jasper, jongens. Dankjewel. Dank u. Ik blijf gewoon rustig doorrijden, hoor. Want het moet door blijven lopen. Ja, ja, ja. En aan doen. Het duurt wel even. En dan gaan we doen. Nou, het gaat nog redelijk goed. Kijk. Ik blijf 50 rennen, ja? Even kijken. Ik ben er ook, Lars. Jazeker, ik noemde jou al, Piet. Jou, hè? Wesley, vast wel een paar mooie screenshots gemaakt. Die kan ik morgen gebruiken voor een thumbnail. Oh, sorry. Nee. Sorry. Nee. Nou, top. Ik ga vast wel gewoon voor naar mijn Discord. Vast wel. Anders kan ik het wel in jouw knip. Pff. Ik had eigenlijk nog even een foto moeten maken, maar goed. Ja, dat was ik vergeten. Ik. Dag Matthijs, dag Arno. Hoi, daar hem. Maak je mijn FPS wel weer terug. Ik ook weer. Ja. Met z'n allen, met z'n allen.
Nou, er staat nog een stuk volk. Ja, ja, maar. Ja, wij rijden rustig door. Rust. Heenig. De map 40, ja. Ja, klopt, Wouter. En volgende week, aankomende week, moet ik weer de hele week Rutum erin. Dus, klopt, ik was bij jullie thuis. Je pa die was aan het beuren met de nieuwe stal, dus ging ik hem klaksoneren. Eén klaksoneren, hè? Ja, dat doe ik altijd als ik die pa buiten zie. Aan het werk ga ik altijd klaksoneren. Ik vind dat mooi. Dat vind ik mooi. Goed, Jelle van Therese rijdt achter mij. Dag Stef, goeiedag Rim. Oh. We rijden dit rondje gewoon eventjes af, jongens. En daarna gaan wij gaan we gewoon normale ritjes doen. Ja. Papap, is iedereen er nog achter dan, of niet? Ja, het loopt nog. Nog. Mooi. Nog wel. Loopt ja, nou, wij zijn bij de eerste afslag. Gaan we wagen voor rollen, niet jongens? Ja, moet we ja, moet wel. Ja, ik kreeg een mooie file ervan, dat is leuk. Oh, hoi, oh, pas er maar op. Ja, oh, ja, ja. Ja, hey, en weer goed gedaan. En dan wachten we even. Ach, hij heeft honger. Ik blijf rustig doorheen. Ja, dat komt allemaal. Daar blokje 16, oei, daarin. Oei, daarin. Laat hem rustig, Jan. Ja, nee, ik rijd 40. Maar in jongen. Ik blijf wel 30 heen. Jongens, ik heb vandaag een trekker met een Giga gekocht. Is de muziek? Nee, nog niet, Blijam. Deze video wordt geüpload naar YouTube, dus voorlopig nog niet. Als we het rondje af hebben gemaakt, dan... eigenlijk, als iedereen weer terug is, moet ik eventjes gaan parkeren. Maak ik even een foto en hou dat ook klaar. Ja, dan gaan we er zo meteen weer naartoe. We eindigen namelijk weer bij de parkeerplaats. Als daar iedereen gewoon weer eventjes parkeert, maken we eventjes een fotootje. En dan gaan we normale vrachtjes doen. Ik weet dat ik heel rustig rijd, jongens, maar ik... Ik moet wachten. Mensen moeten even bijkomen. Zit daar niet goed. Lekker sloom, ja. Maar ja, niet iedereen. De jongens hebben net een ongeluk gehad. Dus ik moet niet zo hard gaan rijden. Ik heb een T77 gekocht. Sowieso. En waarom koop je mijn merch dan niet? Blauwe. Oh ja, even een dingetje. De webshop staat weer online, dus mocht jij een hele mooie Blocky Games t-shirt hebben of een Blocky Games hoodie, de website staat weer online en dan kun je weer merch halen. En vanaf in januari 2019 is de bedoeling om meerdere producten toe te voegen. Wat natuurlijk super tof is. Even kijken. Oh, kut. Heb je al zin in FS19? Ik ben heel benieuwd. Yo, hoor. Ik blijf gewoon 50 rijden, hoor. Dan kan iedereen een beetje bijkomen. Ja, dan parkeren we weer allemaal eventjes op de parkeerplaats waar we net zijn vertrokken. En dan maken we even een voordeeltje. We komen bij de haarspeldbochten. Oh ja, en ik rijd vandaag trouwens in een automaat in plaats van dat ik zelf ga schakelen. Ik ook. Iedereen. Met luie keels zijn we. Oh, ik niet. Handbak. Dat is wel de bedoeling, Blokken. Ja, vanaf 1 januari 2019 is de bedoeling om meerdere producten toe te voegen. Denk hierbij aan sleutelhangers, muismaten, telefoonhoesjes, mokken, petten, noem maar op. Noem maar op. Kijk die hele slang achter mij dan, joh. Machtig. Kijk, jongens, zo kan het ook, hè. Gewoon even netjes allemaal achter elkaar rijden. Dat zie ik graag. Daar word ik vrolijk van. Maar kijk eens op de map. Oh, hij is nog dik uit, joh. Ja, ja. Tegenliggen. Allemaal bobbeltjes. Ach, ja. Het is van de uitrit van Truckstar. De uittocht. Ja, bijna wel, hè. Nog harder loop ik. Dat is gewoon precies dit. Bijna wel. En dan, ja. Ja, evenveel mensen, ja. Evenveel mensen? Nou, ik... Ja, nou, ja, nou, dat denk ik niet. We hebben geen 2000 man hier. Nee. Oh, wacht maar, hoeveel is het? Oh, vreselijk. Ja, iedereen komt er met die bochten, hè. Dat ziet er heel gaaf uit. Dit ziet er echt vet uit. Er komt nog een tegenligger aan. Want dit is echt bizar. Het is vast wel een mooi filmpje voor op YouTube. Ja, dat dacht ik wel. Dat dacht ik wel. Wat rij je nou dan, Lars? Wat, 60 rijd ik nu. Oh, denk al. Maar ik rijd 40. Wilt hij daar? Nee, maar ik heb gezegd dat ik eigenlijk maar 4 video's wou volgende week. En... Maar dat is dus niet gelukt. Want ik heb voor dinsdag een Farming Simulator 19 video. Nou, voor donderdag dan deze. En dan voor zondag een PUBG-compilatie of zo, dacht ik. Met die kruisbogen. Dat ik dat even eruit knip. Lachen, ja.
We gaan dan een random kill achter mij rijden. Hallo, Steffi, niet te veel beuken, anders staat... Wouter is geband. Goed bezig, Wouter. Uh, 20 november komt FS19 uit. Maas, jongen, je rijdt veel te hard weg, man. Ja, ik ga van de heuveltje af. Ik rem hem af. Maar je trapt die automatisch op de rem. Als je iets staat. Ik laat hem gewoon naar beneden rollen. En dan rollen we, bollen we de vrachtwagen naar beneden. Ja, ja. Ik kan mooi op 60 staan. Oh, moet ik wel op de goede baan blijven. Maar ik doe niet aan cruise control. Waar rij je hier? We rijden even een rondje met de truckshow. En straks gaan wij met z'n allen gewoon weer normale ritten doen. Wat we normaal gesproken. We hebben 240 kijkers, jongens. Welkom allemaal. Gezellig. Jezus, MJ. Je gek, hè? Ja, dat zie ik. Volgens mij zijn we al op de helft van het rondje, hier. Ja. Je moet wel links, of niet? Oh, JPE is ook geschakeld, die is omgevallen. Die is omgevallen, ja. Kan ligt eraan, Teun. Dat kan ik jou niet vertellen. Ja, als jij geen FS19 wil kopen, ja. Is het zo? Ja, ik zou het niet weten. Ja, sorry, ik moest eerst de McFlurry halen. Wat is nou belangrijker? Ik had toch veel liever naar dat blok? Ja, joh. Weet je, dikke moesten we helemaal weer een andere pilotregel geven. Steffi wil... Maar hij nou naar Mannheim gaat, dan zijn we daar meteen weer. Extra shout-out naar Steffi, want die doet alles in zijn eentje. Ja. Jesse is ontslaan. Hij is te laat. Doei. Hoe verdien je blokpunten? Blokpunten kun je gewoon open, zo zit iemand op de weg. Maar het was toch pas 8 uur? Ja, maar... Nee, want ik was vandaag vrij. Leg. Oh, MJ, joh! Wat is er? Hey, je knapt binnen bij die vet achterin. Oh, MJ, je hebt lag, joh. Ik heb geen lag, hoor. Jezus! Paranarara! Papau! RJ van L, thanks voor de 100 bits. Dank u. Hype. Alles wat er nu gaat gebeuren in deze stuk livestream komt allemaal ook op YouTube terecht. Ja. Ja. Komt er ooit een euro truc uit de 3 multiplayer? Nee. Had je gisteren gewonnen? Nee, we waren twee dus. Laten ze winnen, zo. Ja, dat komt niet zo heel vaak voor. Nee, ik wil net zeggen. Komt niet zo heel vaak voor, maar dat maakt niet uit. Rijden we nog achter elkaar, als dat te zien wil. Volgens mij wel. Ik weet niet hoeveel man achter ons rijdt. 18 man. Donatie! Ja, papa, oh nee, niet via. Thank you. Nou, daar gaat het vrouwtje van Google. Dankjewel. Wat is even de cruise erop, man? 50? Gewoon even de cruise erop zetten. Ik blijf dit allemaal gas geven en rem. Ik ga ze helemaal vijf. Ik heb hem op 50 staan. Ik ze bij hem in de race zeggen. Lekker, man. Waar zijn jullie nou? Ik ben nou bij Stuttgart. Ik ben helemaal gewoon niet van de zaken. Ja, Google vrouwtje, nou is het wel goed, hoor. Dankjewel. Ik weet niet wie dat is, maar ja, mijn eigen naam staat er. Maar thanks voor je 5 euro donatie, man. Ik denk hulp in de chat voor mezelf. Dankjewel. Dankjewel. Ga je nou jezelf doneren? Ben je zo zielig? Ja, hoor. Online, laat mij gewoon mezelf doneren. Ja, lach gewoon, hè. Dag, Pim. Jellyfish, welke EU 3? Er moet nou een admin aankomen. Jullie rijden veel te langzaam. Bam. Ja, nou, kik. ik heb het gezegd op de Twitter dus. Ja, ik zei, ja, ik had hem ook geretweet, dus. Daad. Je rijdt er rechts van me aan op de vluchtstrook. Is dat niet Steffi? Ik weet niet. Waar wil je dat? Mr. Bench. Nee. Dat is niemand de bedoeling, hè? Het is toch weer ongelooflijk. Mr. Benz rijdt wel mee, maar hij wil bij blokken. Hij rijdt mee, maar hij gaat inhalen. 50 is 50. Jelle, ik ga Jelle ook weer zo'n film doen. Echt, oh Jelle. Als je slim bent, doe je net zoals andere mensen 5 miljoen euro doneert, maar stiekem doe je jezelf en dan gaan mensen ook doneren. Dat zou kunnen. Maar dat is een beetje niet helemaal legit, hè? Dat weet ik niet, nu staat alles stil. Helaas niet, Stef. Ik vind race games vind ik niet wat. Dat is maar gewoon je voelen, hè? Gewoon tussen de blok. Ja.
klapt de auto, maar dat is altijd al geweest. Dat is echt vreselijk. Dat is echt vreselijk. Ja, die mag je van mij hebben, JP. Maar TeamSpeak is namelijk helemaal gereset. Dus iedereen was zijn of haar badges kwijt. Op dit moment kun je geen muziek aanvragen. Zometeen naar de truckshow gaan wij normaal rijden. En dan kan er gewoon weer muziek worden aangevraagd. Dakar 18. Ja, ik had het vandaag nog met Emu's over. In de app. Dat zijn video wel goed werd ontvangen. En ze hadden alweer een nieuwe video opgenomen. Samen met Bego. Maar die uit de game ook. Dus. We zitten altijd op TeamSpeak. Ik gebruik never en nooit geen Discord om te praten. Ik gebruik altijd TeamSpeak. Hoeveel kilometer moet ik nou? Komende vrachtwagens en FS19 in de mod-up of gewoon in de gameshop? Ja, de standaard, standaard vrachtwagens komen gewoon in de winkel. En mods komen gewoon, daar komen gewoon weer mod-up, net als in FS17. Alleen ik hoop dan wel dat je categorieën zo kunt kiezen. Oh shit. Wie komt er aan? Maak op Steffi. Mooi Steffi. Jullie stuurt gaat al voorbij dan. Nee, de bedoeling is jongens, we zijn nu een rondje aan het rijden met alle trucks. Daar verzamelen we straks weer bij de parkeerplaats. Gaan we daar allemaal weer gaan parkeren. En zo netjes mogelijk. Dan maak ik eventjes een fotootje voor de thumbnail. En dan gaan we gewoon normale vrachten doen. Wat we normaal gesproken gewend zijn. Heeft er nou ook nog iemand gewonnen? Of deden we daar niet aan? Dat weet ik niet. Ik weet het wel iemand. Maar dan moeten we mijn best van nemen. Moet ik mijn best van nemen. Ja, nee, oké. Doen we straks wel. Ja. Ja, doe daar een slash fix, Steffi. Ei en een slash fix, er is niks meer aan de hand. Ik heb een trailer nodig. Oh, is het zo? Ja. Oh, dat wist ik niet. Waar ben je nou eigenlijk allemaal? Ja, dat weet ik. Hoe heet de Scania waar je? Dit is Scania S730. Daar rijden we tegen Nürnberg. Ja, ze kunnen naar Nürnberg. Nürnberg, ben je in Nürnberg. Moet je wel achteraan sluiten natuurlijk. Nürnberg! Langzaam al blaffen we vandaan. Maar jullie rijden 50 toch? Ja. 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 50 is een oude maat. Lekker. Ja, ik rij 150. Wanneer ga je nog eens Transport FIFA spelen? Weet ik nog niet. Moet ik een keer doen. Maar jullie doen elke maand. We hebben wel de minste ongelukken. Ja. Ja, dat is zeker waar. Mensen dat heb ik al wel weer gemerkt. Mensen willen wel sneller. Nog achter ons. Ja. Ja, mensen willen wel sneller. Ja. Goed als. Ja, die mesta pensies weer echt als je aan het rennen. Maar er ben je meer. Wat is je hobby? Dit. Streamen is mijn hobby. En toen in de bus. En toen in de bus. Dat is niet werk, ja. Lalalala. Wanneer werd de Hunter Call of the Wild? Weet ik nog niet. Jongens, met uurtjes hebben we het wel, hè? Ja hoor. Hoeveel kilometer moet nog daar? 228, we zijn nu bij Nürnberg. Oh, dat duurt nog wel even. 200 euro of zo. Oh. Goed zo, Steffi, zeg maar. We kunnen ook wel een keer 80 gaan rijden, zo 70. Ja, zou ik hem volgen naar 60 nu? Ja. Ja, doe maar. Ik moet wel even in chat zeggen, 60. Papapapapapapam. Nee, ik was vandaag vrij. Luister, als je 350 subs hebt ongeveer, verdien je dan al geld? Nou, weet je wat ik apart vind? Midnan, die is een fulltime streamer. Die heeft op dit moment 250 subs. Maar, ik vind toch ook... Ja, hij woont er nog bij zijn ouders. Maar, ik vind toch knap dat hij daarmee rond kan komen. Want volgens mij is dat er niet zoveel. Nou ja, YouTube doet hij bijna niks meer. Oh. Hij is elke dag live, maar hij heeft 250 subs. En toch. Ja. Misschien. Hoe oud is die kel? Volgens mij is Sam is 24 of 25. Kel. Die heeft uitkering. Uitkering. Ja, vind ik niet. Hij wordt nog bij zijn ouders. Dus ja. Dat is ook wel ik weet het niet. Eten wordt dus voorgeschoteld. Want. Denk ik dan. Als je 250 subs hebt, het ligt er ook aan natuurlijk wat voor een sub ze hebben. Het kan een maandelijkse sub zijn, het kan een 3 maanden sub zijn of een half jaar, dat weet ik niet. Als ik nu bij mijn bord ga kijken, bij mijn subscribers, dan heb ik op dit moment 97 subs met de 4,99, 2 subs met de 9,99 en 2 subs met de half jaar, geeft hij aan. Dus... Dat ligt heel erg aan. Oh, Aaron rijdt achter mij. Ja. Aaron maar, Riese, welcome back to the block. Pa 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 da pa pa.
Tadapapam. Hallo, mooi de waarschuw, Sinex. Ja, dat Sinex 5 maanden. Hartstikke mooi. Inke, die reset voor de 5e maand achter elkaar. Dat betekent dat Inke nog 1 maand te gaan heeft. En dan is de 6 maanden gepasseerd. En berichtje erachter staat. Goedenavond. En waar gaat de rit heen vandaag? Inke, thanks voor je reset voor de 5e maand achter elkaar. Nog 1 maand. Je hebt het zo van best te pakken. Een dikke hype in de chat voor Inke. En waar gaat de rit heen? Nou, we zijn nu allereerst bezig met de truckshow. We zijn met om en nabij 40 man zo met z'n allen aan het rijden. Hier achter. Ja. Wat? Maar wel uit dan. Waar dan? Laat me lekker kieken, ja. Hoe zit het daar? Ik doe nog niks verkeerd. Hij zet een blauw balletje daar. Ja, maar... Oh, dat zou kunnen. Kan ik iemand zijn wie daar naartoe is geglitcht, ja. Maar in ieder geval, wat ik wil zeggen, we zijn nu bezig met de met de truckshow. Als we terug zijn op de parkeerplaats in Mannheim, maak ik even gewoon een foto. En dan gaan we gewoon weer normaal kijken waar we naartoe gaan. Dus Steffi. Ik zou het niet weten. Ja, dan schakel maar over naar de surfte, glas. Ja, ja, gaan we doen. Ah ja, Steffi staat er. Als we dicht bij Mannheim zijn, Steffi daar staat bij de poort. Dag Tristan, goeie dag Rim. Dat is er binnen daar. Hoe kijk je blokpunten nog? Gewoon lekker de stream te kijken. Steffi niet meer in de buurt. Ik weet ook niet waar hij is. Of is die... Hij stond net wel stil daar verderop. Hij had toch een motorprobleem? Als Steffi naar de Mannheim gaat, of hij gaat nu alleen. Oh, dat zou. Ja, hij... als hij moet repareren, dan moet hij daar hier natuurlijk. Dan moet je beter daar gaan staan met de poort en dan één voor één iemand naar binnen. Hoeveel blokpunten heb je nodig voor een liedje? Zometeen gaan er liedjes waaraan, dan kun je weer muziek aanvragen en dan heb je 15 keel wat felle kleuren, niet? Wie vindt? Ging dat opstellen wel wat goed dan, of niet? Jawel, ging wel mooi. Ja, dat ging prima, op zich. Ik ga hier even afremmen, want dit is een nabochtje dit. Ah, onrust. Ik ben nu pas bij de tunnel waar jullie waren, ja. Jezus. Kijk, al die bolletjes. Mooi goed bezig, jongens. Dan wacht ik al voor met jou ook maar zo vaak mooi, hè? Hey, best man, ja, was maar zo veerst dat het altijd kon. Oh, kijk daar boven op de vier. En we kunnen de heus nog wel een keertje vaker doen, jongens. 1 keer per maand of zo. Of 1 keer in de 2 maanden. Of 1 keer in een half jaar of zo. Nou, gewoon even met z'n allen even rustig een klein rondje rijden. En dan... Dat is ook bier, hè? Bier. Ik heb niet elke zaterdag de tijd. Ja, vorige week. Ja, ik kon niet door. Ja, wat moest hij doen? Ja, nee, dat kan niet, Blijam. Dat kan niet. Maar dat was wel een goeie van je bedacht. Weet ik niet, Marci Verreson. Weet ik niet. Die pollen kunnen echt niet rijden. Jesse, anders ga jij maar even naar Mannheim heen. Ja, ik ben er ook bijna. Dan ga ik niet meer terug. Ja, dan rij je straks met een Mannheim bij de rij maar 150. Gooi er maar in. Toen! Ik weet niet, ik heb Steffi al gehoord. Ik schakel hem over naar 80, jongens. Hadden dat gewoon niet. Oh, die daalt gewoon zijn truck tegen mij aan, wat een down. Ja, ik moet gewoon... Doe gewoon lekker de stream, als je gewoon lekker de stream kijkt jongens, dan verdien je gewoon blokpunten. Gewoon lekker de stream kijken, dat is alles. Want we moeten op dit moment nog 182 kilometer, zijn we terug op de bestemming. Gaan we met z'n allen parkeren, maken een fotootje en dan gaan we gewoon de normale ritten gaan we... Ja, Jesse... Ja, Steffi is in de buurt. Steffi, gaan we naar Mannheim in. Klap maar deur. Ja, maar dat moet straks ook, hè? Bij de parkeerplaats moet ook allemaal één voor één. Als laatste nog, als er iemand nou staat en dan de volgende, dan zorg ik mijn deur. Nou. Jullie hebben ook geen geduld, maar ook weer naam. Nee, als een soort slagbom, zeg maar. Ja. Eentje die staat bij de ingang van de dinges en eentje die staat gewoon recht voor diegene. En dan kun jij mooie foto's maken als mensen naar binnen komen. Ja, eventueel. Dan kan ik mooi filmen hoe lang het allemaal is. Hoeveel factsheets vrijdag nog? Volgens mij... Yes. Volgens mij nog... nee. Dit was nummer 10 en nummer 11, dus ik denk nog een stuk af. 7. Godverdamme, ik zit daar midden. 7, 10. Ja, ja, ja. 7 of 10, iets in die geest. Want het zijn de hele tijd factsheets, want... Hè, die... deze keer waren het ook 3 factsheets in plaats van 4. Dus en er zal ongeveer om en nabij 25 factsheets komen. Dus ik zou het niet weten. Ja, die plaatjes, ja. Oh, ik dacht gewoon in het algemeen gewoon die... Nee. Ja, 25 van die plaatjes. Waarom, laat maar. Je ziet Steffi in metaal. Doe iedere maand een truckrun. Dat weet ik nog niet, joh. Ik moet even kijken. Tenminste, ik kwam net tegen. Het is inderdaad rustig op de weg, maar iedereen die rijdt ook zover. Ik weet netjes achter elkaar. Dat is maar gewoon maar heel eventjes. En dan kunnen we zo meteen gewoon rijden. En dan hoop ik natuurlijk dat iedereen ook gewoon netjes in de rij blijft. Zoals hoort, zoals de mensen nu ook doen, dus Ja, en we kunnen ook wel zorgen dat ze er één voor één uitgaan.
Ja, kan ook. Ja, ik weet niet of Jesse of Steffi, wie gooien jullie daar, ik weet niet. Steffi die niet is. Onder de linkerbaan hem. Aan scherm hebben we een klant met een man. Volgens mij zijn we erbij nou, niet? Ja, wie rijdt even naar Mannheim? Ja, we hoeft niet zo heel ver. Dat is voor Frankfurt. Ja, ik down wel even naar Mannheim voor. En Jelle, jij rijdt met Chuchu mee. Wat? Jelle, we moeten nog 130 kilometer. En dan zijn we bij het eindpunt. Ah, iets meer, 150. Nee, ik krijg goed zachter. Maar mijn laatste waypoint kon ik niet zetten, namelijk. Dus moet ik even kijken waar we naartoe gaan. Oh, dat was zo'n knie, jongen, gek. Laat me trek je weg, ja. Ja, ik heb ook geen vracht. Ik heb alleen trillen. Het zijn al allemaal mensen die... Ik ben niet weer achter me reed, excuses. Ik had het verkeerde knopje. Nou is het alleen een rondje rijden, jongens. En wat ik ook zeg, het is nou een rondje rijden met z'n allen. En dan parkeren we weer bij Mannheim. Maak ik even een foto voor de thumbnail. En dan ga ik deze video uploaden naar YouTube. En dan komt hij donderdag online, om 12 uur. Oh, Steffi en ik gaan nou... Tenminste, dat is de bedoeling. Dat is de bedoeling. Alleen voor die poort staan, niemand komt erin. Ja, ben ik ook. Ik ben ook heel erg blij dat de Krone Big M terug is. Hij heeft niet bij FS15 ingezet, niet in FS17, maar hij is wel weer terug in FS19. Maar die werd ook heel veel aangevraagd. Of er staan heel veel mensen, of de trein is in bezet. Welke mod of Scania is er op het dashboard? Dit is gewoon een in-game truck. Dit is geen mod, dit is gewoon een in-game. Nou, wij gaan er gewoon mee staan, ja. Als ik al die duwtjes... Goed bezig, Drits. Goed bezig. Dan moet je daar even sparen. Goed bezig. Hoe moet je farming mods downloaden? Nou, je gaat naar de mod en je drukt op downloaden. Dat is alles. En via het internet, gewoon op internet zoeken. De beste site is in principe mod hosten. En dan druk je gewoon op de knop downloaden. Maar dan moet je oppassen dat je niet eigenlijk de site uploaded.net gebruikt. Want dat is echt een scheid. Maar dan ook echt een scheid site. Nee, waarom heb je dat ingehaald? Ja, dat vond die mooi, denk ik. Okay. Nee, dat niet, JP, dat niet. Nee. Dat gaat nog wel een tijd duren. Als we nou gewoon met de neus en tegen elkaar aan. Nee, doe maar. Ja. Dan gaan we achteruit. NCS ga ik niet meer gebruiken, maar daar heb ik toen heel veel claims van gehad, dus ik vervloek ze. Ik heb wat tussen mijn tanden. Goed vooral. Lekker kort. Uitroeptekenrit doet het nog niet, want het is gewoon een rondje rijden. Toen! Maar we hebben wel geluk dat het licht is, dat komt niet zo heel vaak voor. Oh ja, niet zegt. Niet zegt. We hebben even speciaal gedaan, best maar tweet nu sturen. Ja, joh. Tuurlijk. Natuurlijk. Steffi, ik sta hier echt mooi tegenover. Welcome back to the block! Jacco Wereld, 6 maanden. Juist, dankjewel Google Vrouwtje, dat wou ik ook al zeggen. Jacco die race voor de 6e maand achter elkaar. Dat betekent dat Jacco er al een half jaar bij is. En dat betekent dus ook dat hij de zilveren badge te pakken heeft. En dikke hype in de chat voor Jacco. Dat betekent dat Jacco en ik al een half jaar vriendjes zijn. Tenminste, als dat goed is. Thanks voor jouw support, Jacco. En geniet u veel van de bier zit, mijn jong. Jongen. Waarom wil je dan vragen? Ja, ik weet niet wat ik zei. Ik vind het mooi, jongens. Iedereen rijdt netjes. En straks als die verder is afgelopen, is het weer een goede bende. Ja. Dat klopt. Ja, hè? Jo. Dag, Devastator. Goeiedag, hem. Hoe download je mods op Farming Safety? Dat zei ik net. Via de modhub. En gewoon via het internet, gewoon op downloadknop. En hey, alles. En dan sleep je ze in jouw modfolder en dan ben je klaar. Yes, everything. Oh, crash hier. Oh man. Doe iemand uit. Rip. Ja, die had lag of zo, ik weet niet wat er was gebeurd. Ja, ik had nog voor de truckshow nog eventjes de tank vol gegooid. Hoor ik niet. Hoor ik ook niet. Hij zit nog vol. Er zit nog wel alles vol. Aaron die had lag trip. Lekker. Volgens mij zijn we de helft kwijt weer. Ja, mensen kunnen ook zeggen. Ik hou wel afstand van Aaron. Aaron heeft lag, pas op. Aaron is. Dag Winston! Hoi, duim. Het was wel jammer, Jacco, dat je er gisteren weer niet was, hoor.
Dit is mijn laatste waypoint, dus ik moet even kijken waar we naartoe moeten. Moet ik even vertellen waar langs. Ik truck show organiseren. Ja, goed, iedereen gewoon op moet. Ik kan maar 10 waypoints neerzetten namelijk. Ik heb daar maar 4 nodig. Jalla, rijd dan niet zo dicht achter Aaron. Ja, bij mij ging die alle kanten op, dus dat had helemaal geen zin. Kijk daar, ik ben bovenop via de Kieksal Marijn daar jongens, jou hè? Mooi. Hoe komt iedereen aan? De Steffie wil paspoortcontrole doen. Paspoortcontrole. Aspekje is toch al een Belg, dus die komt er dan niet in. Dag wilde geestenjager, oei daarin. Waar moeten we in? Gewoon rechtdoor. Iedereen één voor één naar binnen laten gaan. Natuurlijk, dat moet je ook doen. Ja, oké, anders krijg je dat nooit... Als Lars gewoon binnen staat en er staat, dan ga ik naar binnen en dan gaat Aaron. Ja, dat bedoel ik, maar als je iedereen achter elkaar naar binnen laat rijden, dan wordt het één grote gat in één keer. Ja, moet je maar een beetje rustig aan doen. Kijk maar als er één staat, dan doe je toch iets verkeerd, Maarten. Want dat is het enige wat je hoeft te doen. Je downloadt en je slet in je modmap en je bent klaar. Ik zal het doen, kijk. We zijn er bijna, jongens. Deze zijn help. Volgende afslag moet eraf, volgens mij. Ja. Ja, oh, je bent er bijna. Dat was meer wel een toeter. Dan komt de paspoortcontrole. Oeh, daar gaat iemand in. Ja, wacht. Wacht even met zijn kut over, hè? Nee, natuurlijk niet. Kut Renault. Ja, mensen die mogen. Jij moet niet beginnen, Epic Gamer NL, als kijker. Je moet gewoon een vaste kijker zijn. Geen beginnende vaste kijker. Je bent het wel of je bent het niet. Je moet nou gaan kiezen. Of je bent het wel of je bent het niet. Wat rijden jullie nou in één keer? 80. Oh, dan moet ik flink wat gas geven om bij te komen. Jeetje. Ach, moet maar bij je gas mee. Map. Ja, pink. Ja. Ik kan de hele rit gewoon in zijn 4 gaan. Hij is er gewoon ergens uit geweest. Maar een beetje. Ja, we gaan. Het wordt zometeen denk ik wel weer gauw als je denkt, hoor. Maar ja, als Jesse en Steffi dat moet erin, dan kan ik allemaal. Steffi die heeft dat. Ja, maar waar laat niemand erin? Nee, hier. Kut Renault, als je mij gaat inhalen, mag ik zag erin, hè? Deze lijkt als een gek. Ja, dat doet iedereen hier. Kijk, dan gaan we vragen zo. Bijna iedereen. Jelle, hand van Aaron. Codewoord. Wat is het codewoord? Ja, kijk, Jelle, ik zeg het ook. Blocky Games is een hele grote krijger. Is het codewoord. Of is het iets te veel, eigenlijk? Dick pig. Can I dan? Ja hoor. Dat weet ik niet. Nou jongens, welkom terug in Mannheim. Ja. Was me wel een tour hier? Ja, of niet? Waar moeten we heen eigenlijk? Hier rechtdeur? Hier rechtdeur en dan links en dan wilde, toch? Of niet? Kijk, dat is het goede, codewoord. Jalo heeft ook weer iemand afgesneden, nou ja. Moeten we hier eraf? Kunnen we hier eraf? Ja, hè? Dan even ja, links. Voor het samen. Stoplicht! Rood, stop hè? Dan gaan we stoppen. Het is heel groot stop. We hebben echt een blakke gamers, hè? Dat is wel handig, hè? Nou, met hoe heet dat? Met automaat. Hoef ik gewoon kleine tikjes op te remmen. Ja, gewoon handbak, joh. Ja, ga eens geen. Met dat ding. Nou, jongens, de stoet komt eraan. Dus hebben jullie alles goed geregeld? Hesjes aan. Klop maar. Hesjes aan, klop maar. Niks klom. Ja. Zwaaistok. Ja, klopt. Mijn werk is gewoon hetzelfde. Ja, dat klopt. Pim, codewoord, vraagteken. Pim, codewoord. Dikpik. Hij is zo niet helemaal daardoor, ouwe. Codewoord, dikpik. Ja! Codewoord, ja. Ja, dikpik. Ja, maar. God, die brandt met een dolkogel. Zo, het zijn nu helemaal vol daar, ouwe. Het zit allemaal stippels in. Ja, jullie komen er nog niet in. Rood stoplicht. Kijk, hoeveel volk staat daar? Met veel. Wordt die nog bij ons net al? Jawel. Heel veel wel. Waar is het nou weggereden? Nou komt de moment of waarheid. Wat hebben we er hallo jongens! Blakke codewoord. Ja, dikpik. Mag ik het door? Dank u. Oh joh, oh. Ja, gewoon aansluiten jongens. Een big pack. Wat van die regenscan man. Ja, Aron komt er niet in. Code woord.
Oh, heb je hier! Gosh, je benen! Kiek toch nog mooi loot! Ja, ik ben de organisatie. Zo, handrem eraf, motor eruit. En ga even kijken wie er allemaal is. Ja, dik pik, alsjeblieft. Kijk, daar gaan de poorten open. Jou hoor! Oh! Oh, ja joh! Ik heb geen meer sturende as, ik heb niet, kan niet van die ruime bochten hier. Juist, waarom nog niet? Ja, maar hoe lang is die rij nog daar? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 mensen moeten er nog komen. 16 man moeten er nog komen. Dat is wel, dat is wel geinig, dit shot hier. Even die spiegel wegdoen. Dat motortje uit, lampjes uit. Jallek. Ja hoor. Even kijken, even de chat doen. Draag jij kloppen of werkschoenen? Ik draag ze niet, maar ik heb ze wel. Ik heb werkschoen. Anders duurt het te lang als iedereen naar binnen moet komen. Kijk hoeveel banden er nog staat. Ja, we wachten eerst zodat iedereen binnen is. Dan gaan we even een voordeeltje maken en dan is het mooi. Mooi, dit klinkt. Dat heeft hem al. Als je hier nog inkomsten op wil hebben, laat je deze video dan. Ja, shit! Hey. Nee, gewoon nu op weg. Ja, daar zal er wel meer van. Mooi werkje dit, ja. Oh my, ga er binnen! Ho! Steffi, opletten nu! Hey Steffi, je moet vroeger zijn. Dan ben ik wakker. Nee jongens, laat hem er gewoon in. Laat hem binnen. Niet iedereen die luistert nou meer, dus niet iedereen heeft dat. Kom Jerry, ja! Poorten dicht! Snel! Ja joh. Steffi, je moet sneller handelen! Je bent te traag! Wat een wat. Je moeder! Traagzaad! Traagzaad! Ja, Jerry! Ja, denk ik. Kijk, hoeveel mensen moeten er nog komen, joh? Veel. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 mensen. Moeten er nog komen. Nou, Jeroen, codewoord. Dat doet hij snel. Ja, hij deed een goed pijltje omhoog, is dat klaar? Ja. We moeten nog in. 1, 2, 3. Dankjewel, Jillen. Welkom. Leuk dat je er bent. Gezellig. Donatie! Ja, pa 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 pa. Bij elke 5 euro aan boodschap ontvangt je bij de nieuwe Jumbo Denenkamp Blocky Games zegels. Met een volle spaarkaart krijg je de Blocky Games door. Dankjewel voor je 5 euro donatie, Jantje. En hype in de chat voor Jantje. Dankjewel, man. Ho. Nog een paar mensen. Ja, een paar. Zijn er nog een paar. Nog een paar. Dan kun je de foto maken en dan kun je toeren. Dan kun je echt gaan. Boom. Dan gaan we hem hier en ik even overleggen. Stef, wij blijven hier straks ook mooi voor staan, dat komt niemand in. Gaan we open blijven. Pakken. En je straks even overleggen. Ja, alleen bij mensen. Hey. Tja. Pa, para, para, pa, pa. Iedereen is wel lekker aan het laggen trouwens hier hoor. Ja, ik heb ook lag. Ah, is nu van? Het valt maar mee. Nou. Nou, Thijs! Doorheen! Dat is achteraan, joh. Ja. Hoe, Of nou, hoe ga je in de parkeerplaats is straks vol, joh. Ja, dat was niet meer de bedoeling. Hij is wel tof, hij dat voor elkaar kreeg. Ja, dan komen er twee dubbelen, dan moeten we dicht. Waar staat last dan? Ja, twee mensen gelijk. Ik sta, Pim, jij hoort dat niet, Pim, je moet daar weg. Ja, Pim, vertel Pim dan maar eens in. Pim, Fortman! Ik ga kleiner maken als we met z'n tweeën komen, ja. Zo. En er moet overal één tussen zitten. Stefan moet daar ook weg.
Als je er niet wordt geladen, heel rondje. Stefan moet weg. Tussen elke truck moet een lege parkeerplaats. Ah. Leg het spel eens even uit, ik zal je iets vertellen. Euro Truck Simulator 2 is een simulatiegame. Je begint met helemaal niks en je moet je eigen transportbedrijf opzetten. En je verdient dus geld door vrachten te doen. En op een gegeven moment kun je ook je eigen vrachtwagens kopen. Kun je eigen trailers kun je kopen. En dan kun je gewoon door heel Europa, dat zal ik ook even laten zien. Heel Europa kun je rijden naar Engeland, naar Scandinavië, naar het oosten, naar Italië, naar Frankrijk. Kun je door heel Duitsland kun je overal daar naartoe rijden. Wat natuurlijk super tof is. En dat is in principe kort geleden, ja, kort uitgelegd is dat Eurotruck. En we hebben dus net besloten om een truckshow te doen. Dus een aantal kijkers die komen gewoon met hun mooiste truck en hun mooiste trailer. Gaan ze mooi hier, wat je hier ook ziet, mooi naast elkaar parkeren. Maak even een mooie foto. We hebben net een rondje gereden en dan gaan we het normale vrachten doen. In principe. En komt duurt ze dan, die mag niet. Ah, en meer, kijk eens hoeveel volk bij je kwam hier breed, zo gek. Ja. Ja hoor. Maar ik heb het ook op Instagram zo gezet, hè? Dat gaat ook recht door. Ah, Lars heeft er ook bij geholpen, man. Ik zou eens even kijken. Ik zou me gewoon ook niet weten. Oh! Hakatoen to Kosset. Die moet fort mee, die hoort het nog niet meer, hoor. Ja, niet meer, ja. De lichte slagboom. Die Jelle hoort er wel bij, die Rano hoort er ook bij, maar ik weet niet wie die haktankhoors is. Ja, zet hem stil, die komt er niet in. De White Wolf Gaming NL. Oei, damn. Nee, muziek doen we nog niet aan. Truckshow is nog niet afgelopen, iedereen moet nog eerst geparkeerd staan. Dan ben je alleen met 3 kwartier verder, hè. Tot later, gaan we door. Uur of 10:15, 10:00, 10:30, iets in die rest. Maar dat was ook, we moeten nog even overleggen. Dat je op die face-server kon, hoe heet het. Is het zo? Volgens mij is Jelle de laatste, of niet? Jelle? Ha. Ja, hij is de laatste. Hij heeft het voorraad nog in één keer. Ja, komt maar. Oh, een andere, joh. Ja, echt, hè, Jaco. Iedereen heeft je lag, joh. Dat is niet normaal. Kill, wat staat hier in bult volk? Hoeveel man staat hier nou dan? Ja, even hier, we gaan dicht. Tap. Met tap erop. 45 man. Maar, Lausanne 40. Ja. Kill, hé. Oké, iedereen is bijna geparkeerd. Maak ik even een fotootje. Dan moet de jury moet even kijken wie de mooiste truck heeft en daar komen we zelf wat, hoe heet dat? Dan komen we zelf wat te horen. Is er ook een prijs dan? Ja, een nachtje met hem hier. Je krijgt nee, dat kan niet, hè? Ah ja, trouwens, moet je zelf weer. We hebben 300 kijkers, jongens. Super tof. Ik weet niet waar iedereen vandaan komt. Welkom allemaal. Super tof dat jullie er zijn. Vergeet niet te volgen. Als je volgt, koop je naam ook in beeld. Zou ik super tof vinden. En dan wordt het glas, het bierglas wordt ook gevuld met allemaal Blocky Games logotjes. Dus wil je geen enkele streamer missen, klik eventjes op het hartje rechtsbovenin, dan volg je en dan kom je naam in beeld. En ik wacht even tot iedereen is geparkeerd. Voor de mensen die nieuw volgen zal ik eventjes opnoemen wie dat allemaal is. Ja, nog niet iedereen is geparkeerd, Melvin. Dus ik kan niet echt een screen maken. Eigenlijk. Ik ga zo meteen eventjes bij elke truck langs. En dan gaan we zo meteen normaal heen. Hey Westman. Ja. Bijna iedereen is geparkeerd. Lars. Hm? We hier in Discord een channel aanmaken voor de screens die iedereen heeft gemaakt van de truckshow daarin. Ja, dat kan wel. Zou ik dat even doen? Dat iedereen daar screens kan achterlaten. Laat ik dat ook even op de stream zien. Zo. Kanaal maken, de truck show foto's. Moet dat wel goed schrijven. De truck show foto's, yes. Kanaal maken, dan moeten we dat even aanpassen. Rechten, nee. Berichten lezen, berichten verzenden. Berichten beheren, ingesloten links. Bestand bijvoegen, berichten geschiedenis lezen. Iedereen noemen, nee. Emoties, ja, doe maar in die ook. Oké, mocht je screens hebben jongens. Kun je dat hier neerzetten? Even kijken. Nou, het is vandaag zaterdag 16/18. Hebben we een truck show gehouden. Laat hier je screens achter. Zo. Save changes. Oké, dan mag die daarin. Dan mag die weg.
Dan heb ik die nodig en dan staat dat ook allemaal weer bij. Is iedereen geparkeerd of niet? Bijna. Waar kom je vandaan? Ik kom uit Twente. User joined your channel. User joined your Twente. Goeiedag even. Ja, morgen. Dat ben ik. Lekker druk in Teamspeak trouwens. Mooi dan. Ja, ja, mooi toch. Wat een Teamspeak ook weer. Oh ja, ik moet er nog steeds een foto van maken. Nee, wie is dat? Kolenbrander, die is nog niet geparkeerd. Jongens, we weten. Iemand die killt hem volgens mij een Alte. Dacht. We hebben een uitslag, jongens. Ja, joh. Een uitslag. Oké, okay, maar. Mondhoon, ik ga eerst alle vrachtwagens langs. Ja, goeie gooi, zullen we zien. En dan, dan mogen jullie bepalen wie er heeft gewonnen. Ik blijf kiepen, anders word je gekikt. Ja, dat heb ik net al gedaan, toch? Ja, voor de zeker is. Melvin, ga een stuk naar achteren doen. Ja, wat een mooi overzicht hier wel. Ja, bijna iedereen is geparkeerd. Oh, Melvin. En dan ga ik een screen maken. En dan ga ik even alle trucks langs. En dan ga ik even kijken welke ik het mooiste vind. Ja, doe maar. Ja, jouw mening. En dan mogen jullie met z'n tweeën mag je zeggen wie die heeft gewonnen. Waarom is iedereen ook even zijn zwaailamp moet zetten? Ach, en jee. Hallo ja. Padawan, welkom. Welkom to the stream. Ja. Kijk eens op onze oude plek. Oh, jij kan er niet komen, ik heb de free camera uitstaan, ik heb niet aangezet. Ik ga de foto schieten, jongens. Ja, hoor. Maar we houden gewoon zo, oké? Okay? Ja. Ja, we houden gewoon zo. Even F11, want anders kan ik weer helemaal niks zien. Ik hoop dat ik iedereen erop kan krijgen. Maar die toeter, jongens. Ik hoop dat ik iedereen erop kan krijgen, want het is zoveel leuk. Ik toeter uit staan. Hoe ver kan ik nog die kant op? Ik denk, ben bang dat ik niet iedereen erop krijg. Nee, dan moet ik daar, Ja, ik wil net zijn, dat moet ik ook wel doen, want anders heeft dat helemaal geen zin. Anders krijg ik niet iedereen erop. Maar dan moet de chat ook in. Ja, chat maakt op zich heel veel uit. Kijk toch eens wat wilt volk, ja! Donders! Maar niet iedereen is geparkeerd. Dag Noordhuis, dag Karst. Oh, daarin. Dat is ook een crash. Oh, echt? De crash bij me. Oh, donders, er komt gewoon iemand vol in om te doen. Ik zag het. Ja, hey, die mag er niet meer in, hij is te laat. Ja, die mag er niet meer in. Alleen die oranje duwt, ik weet niet meer, die kolenbrannetje, die staat scheef. Jammer joh. Ja. Hey, laat die duwt maar naar binnen, dat is een duwtza die wat bij hun eigen. Oh. Ja. Kijk toch eens wat mooi. Ik wou hem totdat hun zijn geparkeerd en dan ga ik even alle vrachtwagens langs. Laat maar naar binnen, die kerel bij zijn eigen koffer. Heb je hij? Ja, daar komt helemaal van. Jerry is gekikt. Kijk, komt helemaal foto vanuit. Is gemaakt, foto 2 is ook gemaakt. Oké, okay, wie hebben we hier allemaal? Eens even gluren. Ik, even kijken. JPE met een DAF. Martijn met een Scania. Mr. Benz met een DAFje. Julian met een Scania. Beunaars, oftewel Gremlin met een... Ja... Ja? Ik zit even te kijken welke ik het mooiste vind. Ik heb hem gezien. Degene die voor mij de mooiste truck heeft, is Erik M, nummer 555. Die vind ik het vetst. Erik? Voorin. Totaal, die paarse druk, die vind ik het mooist. Vind je die vet? Oh, die ik vind die wel tof, ja. Erik is voor mij de winnaar. Nou, Erik. Nou, en wie voor jullie? Nou, wie hebben jullie uitgekozen? Nou, Amje, zeg jij het? Weet nog? Ja, ja. Oké. Okay. Nummer 3 is geworden... MVV Gamer. Ja joh! Dus frietjespolitiek is niet eerlijk! Frietjespolitiek! Nee, ga verder. Ga verder. Tweety NL.
Alleen hij is geleased. Oh, hij is geleased. Oh, die kan ik dus niet zien. Maar ik kan er wel een beetje voor gisteren. Hij had dezelfde vorm terug als JPE. Dus dezelfde kleur. Alleen dan Scania, dacht ik. Maar hij heeft een mooi kopje. JPE staat vooraan. Nummer 1, maar rechts de nummer 1. Oh, die staat daar. Die rijdt nou ergens. Rano 5. Nul. Pietje! Pietje! Gefeliciteerd, Piet! Jij hebt de truckshow gewonnen. En Een nachtje met MJ. Dat is lang weer laat. Jongens, dit was tot nu toe de truckshow. Heel erg bedankt voor het kijken. En graag zien jullie de volgende keer weer terug.